Hey, goedemorgen Ad. Goedemorgen. Het is toch niet zo vaak dat ik om 9:30 ochtends word wakker gelepelaard. Nee, maar ja, je ziet het gebeurde. En, zeker, nou, daar gooi je was de eerste klant tussen. Daar gooi ik er straks wel in. Hey, we staan hier in de uiterste hoek van jouw loods. Eindelijk komt het er eens van dat we nou eens bij jou komen kijken. Dat hebben we al 5 keer afgesproken volgens mij in het verleden. Ja, heel wat. Hè? Maar, ja. Maar AWP Requisieten, zeg ik goed. Hè? Dat is jouw bedrijf. Ja. Deze komen van de Pottenmarkt vandaan. Echt waar? Ja, die hebben in de... Die hadden vriendschap dingen. Van Jan Blanker. In de automatiek van Jan Blanker. Oh, waar nu de herberg zit. Ongeveer. Iets links van de herberg had je daar Jan Blanker. Die had daar zijn frietboutique dergelijke. En, ja. Heb jij dat dan ooit opgekocht van hem? Ik heb er van Jan gekocht, ja. Hij had het helemaal overgeschilderd. Die vond een andere kleur leuk. Maar deze mooie kleur zat er nog onder. Dus ja, het heb helemaal... Maar die is gestopt in de jaren 70 of zo? Ja, ik denk het wel. Later kwam naar de San Remo bar en de... Nee, maar het is meer naar links toe. Het is meer naar... Waar Martino's een beetje zit. Ja, in die hoek waar de lange zitten. Ja, ook daar zo. Ja. Hij had op een gegeven moment dat hij het halve rijtje volgens mij, de familie Blanker. Die had... Ja, het is veel, ja, dat klopt. Net zoveel als ik rotzooi heb, ja. Die is net naar Stanley Ha geweest, de film van Stanley Ha, vorige week of 14 jaar geleden. Dus het is een 70-jarige telefooncel. En Stanley Ha, een beetje de Holleder van toen die jaren. Ja, dan moest er ook gecommuniceerd worden en er was geen mobiele telefoon, dus deed je het maar gewoon met... Dit soort... Jij levert veel aan filmsets. Bijna alles, ja. Maar als ze daar bijvoorbeeld opnemen in Frankrijk, kan het dan ook gebeuren dat ze jou bellen? Ja. De marktkramen, die zijn nog niet zo lang geleden terug uit Frankrijk gekomen. Voor Le Miserable, voor de film van de BBC, heb ik gedaan. Ja, maar ben jij een van de weinigen die dit levert? Of ja, heeft? Ik denk het wel. Er zijn niet veel. Maar hoe lang ben jij hier nou al mee bezig om dit allemaal... Want jij bent geen handelaar in spullen? Nee. Jij gebruikt het echt ik voor... Ik gebruik het echt, ja. Je levert voornamelijk al films, maar particulieren kunnen dus als ze willen... Absoluut, ja. Kunnen ze ja, ook dit wel... is ook leuk. Dit heb ik... Is het zo? Of ja, is dat nou... Ja, dat hebben we aangemaakt. Ja. Maar dat is wel een bekende, ja. Bij het station altijd. Ja. Zeker bellen. Deze dingen ook, dit. Ja. Dit zijn ook uit Le Miserable, de film. Dat is nog een lollige... Ja, dat is een lollige ding, want daar deden ze vroeger ijs mee verkopen. Oh ja? Dus de ijsverkopers liepen dus gewoon zo hier zo mee op de linek. In die periode en dan verkochten ze daar ijs uit. Dat is ook niet altijd comfortabel uit. Daar zit petroleumhandel Dekker. Ja, ook nog een... Bij Grieps? Ja, bij Grieps. Ik ken Slijper. Ja. Dat is ook een mooi karretje. Verkeersborden. Ja, echt prachtige dingen. Benzinetankjes, een leren pet. Ja, dit vind ik ook prachtig. Dat zijn allemaal oude kratten van Heineken en Amstel. En... Ja. Dat is echt van voor de oorlog nog dit, of niet? Jawel, dat is heel oud. Die kratten we eindelijk niet hoor. Die zijn van 67 en de jaren 60, 70, die houten. En de rest is wel allemaal oude. Melkbussen zijn ook oud. Maar kisten heb je ook een overvloed? Ja, kisten staan. Weet je ook alles wel zo'n beetje te staan? Heb je daar gewoon echt een systeem in? We hebben gewoon een systeem in. Jij kan het gewoon dromen. Ja. Strooi goed? Ja, daar heb ik de Sinterklaas film mee gedaan. Ja, hier zie ik tonnen. Ik kreeg in december vragen mensen dan ook, goh, ik heb een feest, weet jij nog iemand die wijntonnen heeft? Nou, jij hebt ze dus. Ja, ik heb er nog een paar, ja. Nou, deze boot die komt me ook heel bekend voor. Ja. Die heb ik volgens mij in de Oostkerk zien verdwijnen. Dat klopt, ja. Dat ziet er echt mooi uit. Eeltje Loms, nee, was ze niet. Maar is er nou ook dat je zegt, je kan een film kijken en dan kan je deze grafstenen terugzien, dat je weet? Ja, weet je. Je kunt elke film bekijken. Overal kom ik wel wat tegen, maar. De eerste film zit je op een puntje van je stoel en de laatste film, ja, dan denk je bij jezelf. Wat is dit voor kraam? Dat is een militaire. Ja, van 1943, ja.
En is dat dan een, is dat van Amerikanen of? Amerikaanse leger, ja. Ja. En wat staat er voor vrachtwagentje voor? Want dat is ook een prachtig ding, hoor. Dat is met Citroën. Die is net terug uit Engeland. Die rijdt ook gewoon helemaal nog in... Rijdt hoor, die... Dat is toch schitterend. Uit wat voor jaar is die? Die is uit 1943. Schitterend, joh. Ja, het is natuurlijk nu koud, hè, maar ja, dag. Wie weet. Ja, behoorlijk. Wie weet doet hij dit. Dit zijn nepkolen of wat? Nee, dat zijn echte kolen. Die, oh. Die zijn ook net terug. Die zijn ook in een oorlogsfilm gebruikt. Ja, in de hongerwinter moesten ze die kolen versjouwen. Ja. Ja, die televisies. Wat voor jaar is dat, weet je dat? He? Dat weet je, 58. Oh jongens. Wanneer was de eerste televisie? Nee, die is hier. Hier staat. Dat is deze. Hieronder stappen. Wat voor jaar is dat dan? Ja, 54. Dat waren de kasten waar dan heel de stad omheen stond bij Van Westen. Ja, ja. Ja, wie wist en die, ja. Ja, deze niet. Oh zeg, dat is echt een... Maar die zijn wel een eind uitgepiest, neem ik aan. Nee, die draaien nog hoor, die ja. Ja, ja, die draaien nog, ja. Daar heb ik nog beeld op. Ja, nee. Maar jij woont je hele leven in Middelburg? Ja. En wanneer ben je hiermee begonnen dan? Ja, ik ben hier 35 jaar mee bezig. Ja, ja dat is al echt een tijd, ja. Ja. Maar eigenlijk doe je hele leven dit? Of heb je ook nog andere... Ja, ik heb natuurlijk daarnaast ook een baan gehad, maar dit doe ik mijn hele leven eigenlijk al, ja. Ja. En dus, want de Petit in de Middelburg, kijk, je hebt natuurlijk Kees Petit van Amerika, dan heb je Kees Petit van de Kinderdijk. Dan ja, heb die je zijn er een hoop. De rest Petit in de Noordstraat. Maar ja. Van welke tak ben jij nou? Van Petit en Elsen, van de fietsenmaker vroeger. Ja, ja precies, dat is natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb ooit nog wel daarvoor aan een brug te ver meegewerkt, maar het was inderdaad een brug te ver, want het is geen succes geworden. Die film niet? Of... Nou ja, die film wel, maar dat was ook weer, ja, dan ben je onervaren, dan spring je erin, dan denk je, oh, wat een film, laat ik het maar doen. Dat was een supergrote productie, toch? Ja, maar daar ben je maar een heel klein schakeltje in, en als dan dat schakeltje ook nog niet echt lekker loopt, dan... Dus ik had er mijn buik een beetje van vol, maar we zijn er dan toch weer mee verder gegaan om die brug te doen. En dat was eigenlijk mijn eerste grote project daarna weer. Nou, we hebben het maar gedaan. Ach, is het nou een oude rolstoel wat ik hier zie? Ja, dat is een oude rolstoel. Dat is ja. Toch echt gewoon buitengewoon. Is, ja. is dat 19e eeuw? Ja, dat is echt heel oud, ja. Ja, dat is de Eerste Wereldoorlog. En die ijskar, is dat een authentieke? Ja. Authentiek ijskarretje, dat is een authentiek ijskarretje. Ja. Prachtig zeg. Ja. Ik moet twee van die. Uit de jaren 50, ja. Dat is een dingetje. Ja, dit zijn toch echt, dat is allemaal echt van voor mijn tijd. Sigaretten ja, die ik... Allemaal, ja, dan was ik nog klein. Die ja, sigarettenpakjes ken ik daar weer wel, dat is prachtig. Ik ben nog niet groot. Oh, hier heb ik Kruimeltje nog, de film Kruimeltje. Kruimeltje? Gedaan, jaren geleden, ja. Ja, en dit vind ik ook geweldig, hè? De, ja, daar heb ik... kassas en... Ja, typemachines hebben ook alles, een hele typekamer ingericht. Daar kunnen we nog wel trouwens, hoor, ja. Dus als iemand zegt, nou ik wil een winkel inrichten, dan kunnen ze gewoon deze hele zand kramen. Ja hoor. Een heel groot veeltje, dan ben ik gelijk benieuwd naar de fles die daarop past. Ja. Nou, het is prachtig, dankjewel voor de... Oh, hier ja. Nog zo'n... is dat van, hoe heet die ook weer, in Middelburg? Koperen kool. Koperen kool. Ja, ja, ja. Het is ja. Toch niet vallen, hè? Ja, nee. Ja, dit ook die typemachine, joh. Ja. Schitterend, zo'n telefoon ernaast.